Ja, wij gaan speuren op zoek naar de verloren kristallen. Ik zie een spoor. Hallo! Ik ben natuurlijk zusje weer. En vandaag gaan we super leuk doen. Namelijk deze box openmaken. We hebben een hele mooie surprise box van My Little Pony. En we hebben allemaal challenges in onze handen. Dus we moeten iets gaan doen met challenges. En als we het goed doen, dan is er een prijs. Ik weet niet wat erin zit, dat is nog een verrassing. Maar er staan al wel hele mooie My Little Ponies op. Bijvoorbeeld een gele, deze. Weet je welke dit is? Nee. Kijk, die, dat is Hitch. Dit is Hitch. En wie is dit? Sunny. Sunny. Ah, dat is leuk. Die houdt van de zon, denk ik. En een witte met een roze kuif. Dat is Zip. Pip. Dat is Pip. Nog eentje met blauwe haren en een unicorn. Dat is... Izzy. Izzy. Nou, het zijn deze vijf inderdaad. En we hebben dus ook vijf challenges die we goed uit moeten voeren. En iedere keer als er eentje gelukt is, één challenge, dan mogen we een lintje openmaken. En als dat vijf keer lukt, en dat hopen we maar, dan kunnen we eindelijk zien wat er in de Find Your Sparkle box zit. Ja. En dan vinden we misschien wel onze sparkle. Hè? Dat zou wel heel erg mooi zijn. Ik ben echt zo benieuwd. Ja, Jan heeft er heel veel zin in. We hebben hier lang op gewacht. Ik denk dat we gewoon moeten gaan beginnen. Geef snel een duimpje omhoog. Het zijn vijf My Little Ponies, dus dan doen we 5000 dikke duim omhoog. Klik op die duimpjes. En dan gaan we lekker beginnen met de eerste challenge. Nummer 1. We hebben er 5. Jij mag er eentje trekken. Welke wil jij als eerste? Deze. Die als eerst? Welke is dat? Van Zip. We beginnen met de challenge van Zip. En wat staat erop? Lees jij hem voor? Zet je detective hoed op en los samen met Zip het magische mysterie op van de verloren kristallen. Hmm. Wij moeten op zoek naar verloren kristallen. We hebben een hoed nodig. Hebben we een hoed? Een detective hoed? Heb jij iets? Zullen we klappen? Kijken of er wat komt? Oké. Okay. 3, 2, 1. Oh, is dit een detective hoed? Zet jij maar op. Oh, er is ook een vergrootglas, dus we moeten gaan speuren. Ik neem de roze, dat past bij mijn hoed. Ja, wij gaan speuren op zoek naar de verloren kristallen. Dat betekent dat we maar gaan zoeken of er ergens iets in glinstert. En volgens mij zie ik daar al een spoor. Ga je met mij mee? Ja, volgens mij liggen hier ergens kristallen. Of sterretjes. Sterren hier allemaal kristalletjes, sterretjes. Die moeten we gaan volgen, Janne. Waar gaat die naartoe? Volgens mij gaat die daar verder. Ja, ik zie een spoor. Hm. Waar gaat dat spoor nou weer heen? Net als hier. Hé, het gaat op de grond door naar de volgende kamer volgens mij. Ja, volg het spoor, Janne. Gaat deze kant op? Zie je het nog, Janna, waar het heen gaat? Ja. Hé. Hey. Hé, stop. Het gaat omhoog, het gaat omhoog. Het gaat helemaal je bed op, Janna. Volg het spoor, volg het spoor. Waar komen we uit? Zie jij al wat? Hier liggen ze. En waar komen ze uit? Ik zie wat. Ja, volgens mij zijn dit verloren kristallen. Even kijken of het echt kristal is. Het lijkt wel diamant zelfs in plaats van kristal. Oeh. Ik denk dat wij ze gevonden hebben. Pak jij ze? Ja. We nemen ze mee. Volgens mij is de eerste challenge gelukt. Dan kunnen we een strikje weghalen. Yeah. De eerste challenge is gelukt. Welke kleur, Sip? Blauw. Dat betekent dat wij het blauwe strikje open mogen maken. Yes, het eerste strikje. Daar gaat hij. Heel voorzichtig. Gaat hij open? Gaat hij open? Ja. Yes. Oeh, kijk eens. We hebben al één klein openingetje. Yeah. Ik wil snel door met challenge nummer 2. Jij ook? Ja. Welke zullen we doen? We hebben er nog 4. Welke ga je pakken? Ik ga deze pakken. En wie is dat van? Hitch. Hitch heeft ook een challenge. En we gaan snel lezen wat de challenge van Hitch is. Elke pony is dol op Hitch en wil zijn vriendje zijn. Leer zijn geheime sheriff hoefdruk om bij de ponycrew te horen. Een hoefdruk? Is dat een handdruk? Alleen dan met een hoefje? Maar hoe moet het? Hoe moet het? Hoe gaan we dit doen, Janna? 3, 2, 1. Wat heb jij? Er zat wat in mijn handen, maar... Oh, wacht, kijk. Dit is een voorbeeld van hoe we de hoefdruk, de sheriff hoefdruk, kunnen doen van Hitch. Volgens mij staat bij nummer 1 zwaaien. Dus we moeten beginnen met zwaaien. Okay. Dan 3 keer klappen. Met elkaar. 1, 2, 3. Dan 3 keer... Zo. 2, 3. Dan 3 keer 1. 1, 2, 3, denk ik. Dan met voeten. De voeten tegen elkaar. Of de hoefjes.
1. Dan de billen. Oh, de andere. Kijk eens de billen. En dan nog de handen in de lucht. Wee. Ik denk zo. Wee. Wee. Dat is de sheriff hoefdruk. We gaan even kijken of we hem helemaal kunnen doen. Zwaai, zwaai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, kom. Billen. Zwaai. En mogen wij bij de body crew? Ja! Yeah. De tweede challenge is gelukt. Welke kleur is het? Hitch groen. Is groen. Dat betekent dat het groene eentje open mag. Maak jij maar open. We zijn al bijna op de helft, jongens. Dat is het raar. Gaat goed, we hebben er al twee. Kijk of die open is. Ja, hier gaat die ook open. Ja. We gaan snel door met challenge nummer 3. Welke ga je kiezen? Voor die. Voor Pip. Welke challenge heeft Pip voor ons bedacht? Oh, hij is in het Engels. Gelukkig kunnen wij een beetje Engels. Inspire every pony around you. And get creative with Pip's Pegasy Glitter Look. Volgens mij moeten wij glitter make-up gaan gebruiken om je eigen sparkle naar boven te laten komen. Wil jij dat? Ja. Dat dacht ik al. We hebben glitter make-up nodig. Zullen we klappen? Kijken of er wat komt. 3, 2, 1. Oh, maar hier kunnen we wel mee. Een kwastje. Iets van een soort lijn waar je het mee vast kan maken en mooie glitters. Ik denk dat Pip heel erg van glitters houdt. En laat Janna, nou toevallig, ook heel erg van glitters houden. Dit is Boffen. Zal ik jou mooi opmaken met glitters? Ja, ik zal ze even neerleggen. Ik ga kiezen welke ik wil. Welke vind jij het mooist? Ik denk dat ik heel graag deze wil. Oeh, kijk eens even. Dit is hele mooie roze glitter. En deze. Die ga ik er ook even bij houden. We gaan een beetje lijm erop doen. Eens even kijken. Hier en dan gaan we straks met je glitter meteen doen. Even kijken hoor. Het mooiste is natuurlijk een beetje zo. Scout. Zo om je ogen. Oh, ik ben zo benieuwd. Oh, dit wordt gewoon een glitterfeestje. Kijk eens even hoe prachtig. Oeh, kijk eens even hier. Oeh, sparkle. Heb ik hier nog een mooi sterretje? Die Pip, die weet wel hoe zo'n mooi feestje moet. Om het af te maken, doen we nog even een mooie hoorn op. Nou, dit is een Pip glitterfeestje. Hoe vind je het? Wow, lekker vet. Nou, volgens mij ziet het er prachtig uit. Ik denk dat Pip dit wel een mooi glitterfeestje vindt. Hebben we de challenge gehaald? Yes! Yay! Woe! Welke kleur was Pip? Paars. Nou, dan mogen wij het paarse strikje er ook afhalen. Hier. Oké. Yay! Oeh, en dan hebben we de derde ook alweer gelukt. Dan hoeven we alleen nog 4 en 5. We gaan goed, Janna. Kijk. Oh, hij gaat er bijna open, de doos. Oeh! Nog 2 of wat zou erin zitten? We moeten er nog 2. We gaan snel door met de 4e challenge. Welke gaan we doen? Izzy. We gaan verder met Izzy. En wat zegt Izzy? Izzy zegt: stil de show tijdens de unicycle wedstrijd van Izzy met jouw paardrijlook gemaakt van gerecyclede kleding. Hey, gerecyclede kleding. Dat betekent dat je het opnieuw gebruikt. Dus we moeten een shirt van jou opnieuw gaan gebruiken. Zullen we klappen? Kijken wat er komt? Oké. 3, 2, 1. Oeh, dit is een oud shirt. Die kunnen we gaan gebruiken. En wat kan je erop maken? Stickers. Die kan je uitknippen. En dan kan je met een strijkijzer of zo. Erop strijken, denk ik. En zo kan je een oud shirt weer helemaal nieuw maken. Helemaal recyclen. Met allemaal gave plaatjes van Izzy. Nou, dat is leuk. Izzy staat er zelf ook op. Welke wil je erop hebben? Deze. Nou, weet je, gaan we die meteen knippen. Knip ze maar netjes uit. Dan en nog deze ook erop van Izzy? Ja. Dat is ook wel gezellig, hè? Dan doe ik nog deze hartjes. En misschien deze sterren erop. Ik heb ook hartjes uit. Ja, die zijn ook leuk. En ik vind deze ook grappig. Mooi. Zo dan? Ik ga even een strijkbout aanzetten en dan gaan we het even erop strijken. En dan hopelijk zitten alle plaatjes erop. En dan kunnen we dit mooie shirt gaan recyclen. Ja. Gaan we nu even doen. Ga je mee? We hebben hem gestreken. Kijk eens eventjes hoe mooi die is geworden. Janna die kan wil nog even wat erbij schrijven. Zo. Wauw. We gaan hem snel even aantrekken. Klap jij je handen? Ja. 3, 2, 1. Oh, nou die is super mooi geworden.
volgens mij is deze challenge gelukt. Mogen wij nog een strikje openmaken? Jazeker! Yes, dan mogen we de roze. Welke kleur? De roze van Izzy. Hier. Oeh, maak hem snel open en dan is die bijna al helemaal open. Eentje. Oeh, bijna. We hebben nog maar één lintje te gaan. Een geel lintje, dus we gaan snel door met challenge nummer 5. En we hebben nog maar één kaartje over namen. De challenge van Sunny. En we gaan hem even lezen. Laat je avontuurlijke kant zien en ga de magische wheelie challenge van Sunny aan. Volgens mij moeten we even klappen. Kijken wat er komt. 3, 2, 1. Oh, skielers. Volgens mij... Hey, kijk eens even. Sunny heeft ook skielers. Ik denk dat we een parcours moeten gaan doen. Ik denk dat ik even een parcours moet gaan uitzetten. Dat je naar de vlag toe moet op je skielers. Durf je dat aan? Oké. Okay. De laatste challenge voor het laatste lintje gaat zo beginnen. Ik ga het parcours uitzetten. En ik trek mijn skielers aan. Nou, we gaan even een mooi parcours uitzetten met allemaal knuffels waar ze omheen kan slalommen. Zal best wel lastig worden, denk ik. Zo. En als het heeft gered tot de vlag, dan is de challenge gelukt. Er is een parcours met alle knuffels waar jij omheen moet slalommen op je skielers. En als je bij de vlag bent, dan heb je het gered. Dan hebben we challenge 5. Zet hem op. Je kan het. Oké. Ben je er klaar voor, Jana? Ja! Yes, go! Woe! Dit is het één. Ik moet er dus heen omdat deze skielers zo groot zijn. Ja! Goed zo! Ja. Op de knuffels heen, op weg naar de vlag. Ga erheen! Ja! Ook de vijfde challenge is gelukt! Yeah! Dat betekent dat we een strikje mogen leggen. Het laatste strikje mag openen. Dat gaan we snel doen. Kunnen we de boekjes veranderen? Het allerlaatste strikje gaat eraf. En dat betekent dat de Find Your Sparkle box helemaal open is. En dat we echt open kunnen gaan maken. En ik denk dat we straks daaraan gaan trekken. Ik zou denken, deze even goed zo vouwen. Oeh, zijn jullie er klaar voor? Wij wel. Durf jij het aan? Ja. Ga je je sparkle vinden? 1, 2, 3. Oh! Nou, die sparkles die zijn er wel. Er zit wat in. Dat is van de Pegasus, want dit zijn vleugels. We hebben de prijs gewonnen! Alle 50 challenges zijn gelukt. Het is allemaal gelukt en er kwam een hele hoop sparkle uit. En een grote prijs. We hebben de prijs gewonnen. Vond je dit filmpje nou leuk? Geef dan snel een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Onder deze video's.